het eerste wat me opvalt, is dat jouw benen alle kanten op deinen. Dus met je knieën evenwicht te houden. Je zit ook een beetje te wiebelen. Ik kijk me zelfs een klein beetje angstig aan net. Terwijl het is heel rustig water, dat hoeft helemaal niet. Als je net iets meer tijd neemt om in derde stop in de boot te gaan zitten. Om in derde stop je balans te zoeken met je heupen, met je gewicht. En dat doe je door gewoon op beide billen te gaan zitten. Dan heb je minder gewiebel. Dan zit je meteen stabiel. Ga maar naar de zijkant. Ja, dat zie je hier ook. En je knieën die komen best wel snel omhoog. En je zit eigenlijk ook nog goed ontspannen voordat je weer begint te rijden. Dus probeer echt even goed in derde stop te gaan zitten. Ontspannen ook en die boot wegleggen. En dan ben je een stuk stabieler. Dan wiebelt een stuk